Welkom mensen bij weer een nieuwe video van Lingewaard Fit. Deze video wordt verzorgd door fysiotherapie M van de Ploeg. Mijn naam is Kosse Bootsma en jullie kennen me wellicht van een eerder filmpje, een aantal weken terug, waarin een stukje krachttraining centraal stond. En ook bij deze video, bij deze training, gaan we de nadruk leggen op krachttraining bij 55-plussers. Pak eerst even een wat we nodig hebben. Daarop is het begin, is een stoel, wellicht voor wat extra stevigheid bij balansoefeningen. En ik heb hier twee bidons in dit geval voor extra gewicht. Het mogen bidons zijn, het mogen gewichtjes zijn van een halve kilo tot een kilo. Het kunnen ook gewoon twee flesjes gevuld zijn met water. Pak dat even bij de hand. Dan gaan we starten. We beginnen met de warming up. We gaan heel even de benen warm maken. Nemen we de armen omhoog. En terug. Nogmaals omhoog. Nogmaals terug. Eén keer omhoog. En we blijven staan en we maken ons lang. We maken ons lang. En we pakken de rechterarm, onderarm en trekken ons naar links. Terug naar het midden. Wissel van kant. En kantelen naar rechts. Armen los. Schud ze even uit. Arm voorlangs. En met de linkerhand stretchen we de rechter schouder. En de stretch mogen we voelen aan de achterzijde zijkant. Wissel van kant. En ontspan. Goed, iets actievere warming-up. Kom maar, kleine squats. Hou ze klein, billen naar achteren, rechte rug en zorg voor al wat spanning op de beenspieren of twee. En ontspan, schud ze even uit. Uitstappas. Flinke stap naar voren, niet te smal. Hou de voeten wel wat breed voor goede balans. Kleine kniebuigingen. 3, 2, 1 en wissel. Belangrijk is van de zijkant laten zien dat de knie boven de voet blijft. Niet te ver naar voren, dan gaan we hangen en de romp mooi actief gestrekt, oftewel een rechte rug. Oké, pas op de plaats en we pakken een zijstap en terug, zijstap en terug, een zijstap. En terug. En zijstap. En terug. Op linkerkant. Zijstap. En terug. Zijstap. En terug. Zijstap. En terug. En op de plaats. Even ontspannen. Maken we onszelf nog groot. Trek ons nog één keer uit. En dan moet ik zeggen dat ik wel aardig warm ben. Dus we gaan met de training beginnen. Daarvoor pakken we gelijk al de gevulde flesjes water, de gewichtjes. In ieder geval wat zwaars in de hand om lekker mee te trainen.
We trainen vandaag een aantal oefeningen. De beenspieren, de rugspieren, de armspieren. Eigenlijk komen alle spiergroepen vandaag wederom aan bod. We doen dat volgens het principe van 4 series, 10 herhalingen. Dus dat betekent dat we elke oefening onderbij de 10 herhalingen zullen uitvoeren. Met daartussen een korte rustpauze. En dat doen we in 4 series. Goed, dan gaan we beginnen. De armpjes. Pakken we omhoog. Gaan we de eerste beweging maken. 10 herhalingen. Zijwaarts bewegen. Belangrijk is dat we tot horizontaal bewegen. En dat de armen eigenlijk in een hoek van 90 graden bevinden. Dus de ellebogen. Dus dat betekent de ellebogen in 90 graden en bewegen. Nog twee. En ontspannen. Even die spanning los. Na ongeveer 10 herhalingen rustpauze betekent dus dat we in deze positie starten. Goed rechtop. Ellebogen in de 90 graden. En we bewegen bij de tweede serie wederom ook tot horizontaal. Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ontspannen. Serie 2. Mogen de gewichtjes mogen even aan de kant. Of je houdt ze in de hand. Maar het gaat erom dat we heel even een rustperiode houden. Om de spieren die we net getraind hebben te rust te geven. Deze spiergroepen trainen. Dat je de schouderspieren, de bovenarmen. En we kunnen voor serie 3 aan de slag. We staan. 90 graden. Gaan we weer. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Oké, ontspannen. We gaan op voor de laatste serie. Eerst weer even rustpauze. We kunnen even wat drinken tussendoor. Laten de spieren weer herstellen voor de laatste serie van deze oefening. Pakken hem rustig weer op. Gaan weer in die positie staan. Zorg dat je stevig staat, maar wel actief. Actief betekent iets een buiging in de knieën. Komt weer. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, ontspan. We gaan door met een beenoefening. Een oefening die we net ook bij de warm-up hebben gedaan. De squat, de zitbeweging. Alleen nu met extra gewicht. En we voeren hem wat dieper uit. Handig kan zijn een stoel die de richting aangeeft waar we naartoe bewegen. Die kant op. Dus vind je het fijn, heb je een beetje moeite om de beweging goed uit te voeren. Richtpunt is de stoel. Wederom, ook weer 4 keer 10 herhalingen. Komt ie. Gewichten langs het lichaam. Gaan we starten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10. Ontspan. Mag je best voelen in de benen. Bij de eerste serie mag je dat al best wel voelen. En de vermoeidheid moet eigenlijk bij serie 2, 3 en zeker bij die laatste echt aanwezig zijn. Want dan ben je aan het trainen. Dan gebeurt er wat in die spieren. Serie 2, komt ie.
laatste 10. Oké. Even uitschudden. Geef die beenspieren wat rustiger. Heb je nou nog niet het idee dat je in die spieren wat aan het verzuren bent? Zwaarder in de gewichten? Of voer de squat ietsjes dieper uit? Dat je dus de kracht van verder weg moet halen. Geef meer kracht, meer spiervezels die we aanspreken bij de beweging. Dus heb je nog het idee van ik kan wat zwaarder trainen? Gewicht omhoog of dieper in de squat? Serie 3, hamer. 1, 2, 3. Wil je ook nog een oefening een klein beetje voor de armen bij maken? Dan hou je de gewichten niet langs je, maar breng je ze mee naar voren. 8, 9, 10. Oké. Dan serie 3. Armen mee naar voren betekent gelijk ook een oefening voor de armen. Oké. Daar gaan we weer. Laatste serie van de squat, de beenoefening. Ik gebruik de armen mee om toch ook een klein beetje activiteit, spiertraining in de armen mee te pakken. 4, 5. 6, 7, 8, 9 en de laatste 10. Oké, ontspan. We houden de gewichtjes. Benen hebben we nu een oefening voor gehad, een training voor gehad. Geef hem even rust. We gaan verder met de armen weer. Oké. Kantelen de gewichtjes naar buiten, dus de onderarmen. En de handpalmen wijzen naar voren. Wat we gaan doen is deze beweging maken. De biceps trainen. Deze beweging. Dus we brengen de gewichten naar ons toe. Waarbij de elleboog netjes langs het lichaam blijft. Ja, wederom. 4 keer 10. Komt ie. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en ontspan. Mag je best hier voelen in de biceps, dus de bovenarmspier aan de voorzijde. Wederom weer heel even de spanning eraf, schud de armen wat uit. Belangrijk is om bij elke oefening ook een basishouding aan te nemen die ook activiteit vraagt. Het is heel makkelijk om in de opgestrekte knieën een beetje in de onderrug te hangen en dat is niet wat we willen zien. Probeer die kniebuiging wat aan te nemen zodat je voelt dat er vanuit onderuit al wat spanning zit, wat spierspanning. En zorg ervoor dat de rug actief meedoet in de beweging. En niet gaan hangen, want dat is zonde voor de rug. Oké, komt hier weer. Dus, actief staan. Iets een buiging in de knieën. Buikspier wat aanspannen. En dan gaan we weer. Zin 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Netjes. Ontspan. Oké, serie nummer 3 van de biceps training. Gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. En ook hier weer, bij de derde serie, mogen we ook best wel voelen dat er wat gebeurt. Is dat niet zo, mogen de gewichtjes die we vasthouden wat zwaarder
als je nog geen verlichtjes gebruikt, is het misschien een idee om die wel te gaan gebruiken. Want we willen die spieren trainen. En dat gebeurt er alleen maar als we voelen dat er wat gebeurt. Een beetje bezuring, een beetje dat de spanning op die spieren komt. Dat is waar we het hebben willen. Dat is waar we voor doen. Serie 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oké, dat was serie 4. Laten de armen weer even voor wat het is. Die laten we weer rusten. Gewichtjes gaan mee naar de volgende oefening. En dat is de uitvalspas. Een belangrijke oefening voor de kracht van de bovenbeenspieren. Balans die daarbij komt kijken. Wat gaan we doen? Herkenbaar wederom van de warming up. Belangrijk is, zak je naar beneden, rug blijft recht en de knie komt niet voorbij de tenen, maar blijft boven de voet. Twee dingen weer om op te letten. Gewichtjes om het zwaarder te maken. Ik kan ervoor kiezen om hoog te blijven. Als je de oefening wat zwaarder wil maken, zak je verder naar beneden. Dat zijn twee dingen om de oefening zwaarder te maken. Gaan we. Wat gaan we doen? 10 keer links. Wisselen we direct af met 10 keer rechts. En daarna volgt een rustpauze. Moeite met de balans? Probeer het zonder een steuntje. Mocht dat toch voor de veiligheid gewenst zijn, of toch hè, als je het idee hebt van ik wil ergens naartoe grijpen voor het geval dat dat nodig is, stoel bij de hand. Trainen is belangrijk, maar hou het wel veilig. Gaan we. Beginnen met links. Links voor, rechts achter. Gewichten langs het lichaam. Wil je een klein accent op de armen bijgeven, komen ze mee omhoog. 2. Gaan we starten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wissel van kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deze is vrij pittig, 9, 10, oké, gewichtjes even aan de kant, pittige oefening, 10 keer links, 10 keer rechts. Dit is pas serie 1, dus we hebben er nog 3 te gaan. 2, 3 en 4. Drink tussendoor even wat belangrijk tijdens trainen. Hè? Niet alleen vooraf trainen, eten en drinken en achteraf, maar ook tijdens is drinken gewoon van belang. Gaan we weer. Links zijn we net mee gestart. We starten met de tweede serie ook. Gaan we. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wissel van kant. 1, 2, 3. 4, 5, 6, goed rechtop, 7, 8, 9, 10. Oké, wederom weer een rustpauze. Ik ben al een beetje te zweten, dat betekent dat het, we lekker bezig zijn. Een beetje verzuring in de beentjes.
betekent dat ook op spierniveau dat het een en ander gaat gebeuren. Na een pauze, even de spieren weer herstellen, pakken we ronde nummer 3. Zorg ervoor dat je niet te smal staat, dan maak je het zelf wel heel erg lastig met de balans. Voeten mogen best wel wat uit elkaar. In principe zeg ik altijd, de houding van de squatbeweging, hè? Voeten op heupbreedte, zet de linkerkant in dit geval naar voren. Zo hou je een vrij breed steunvlak, wat ten goede komt van de balans. Serie 3, klaar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wissel van kant. 1, 2, ja, die derde serie. Die begint toch wel moeite te kosten. 7, 8, 9, 10. Oké, ontspan. Gewicht uit van de kant. Goed dat we die benen los schudden. We hebben nog één serie van deze te gaan. Voordat we naar de laatste oefening gaan wat betreft de training. En dat accent zal weer liggen op achterkant, armen en een stukje rug. Maar ze verruimen nog niet. Nog een laatste serie van de lunge. Goed, weer die breedte pakken. Uitstrekken en maak de rug actief. Dan gaan we. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere kant, laatste, kom op. 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké, pittige oefening, maar hij zit erop. Laatste oefening wat betreft de krachttraining. Dan hebben we 2 gehad voor de benen, 2 gehad voor de armen. Waar we bij de ene nog een klein beetje de rug bij zitten, dat is de volgende. Wat we gaan doen, gewichten, kwartslag draaien. Dan komen we een klein beetje in de rug naar voren. Nou, blijven we de rug wel actief opstrekken. Dan trekken we de schouderbladen naar elkaar toe. Dat is de oefening. Belangrijk is dat we dus deze kant op gaan, binnen naar achteren, kleine kniebuiging, romp, rug, gestrekt en dan de roeibeweging. We gaan er, serie nummer 1. Deze doen we overigens 3 keer. Heeft te maken met toch wel een behoorlijke spierspanning die we gaan creëren in de onderrug. Dus er zijn wat voorzichtiger mee. Komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Ontspannen. Als je toch wat voelt hier in je onderrug of je bent bekend met rugklachten, wees dan met deze oefening wat voorzichtiger. Als je dan eigenlijk zegt van die oefening doe ik liever niet, dan pak je hem iets meer hoger.
En dan strek je de armen naar achteren uit vanuit de positie waar de elleboog nog langs het lichaam is. En dan strek je hem uit en trek je de schouderbladen iets naar elkaar toe. En dan komt er wat minder belasting op die onderrug. Goed, serie 2. Gaan we weer. Laten we van de zijkant zien. Willen naar achteren, kniebuiging. Gaan we. 1, 2, 3, 4. 5. Voor de mensen dan weer wat rugklachten. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, ontspannen. We waren er 10 samen. Gaan op. Voor je laatste serie. Krijg het warm of ik heb het warm. Schouders losdraaien. Die spanning eraf halen. Gaan we weer. Iets naar voren. Komt hij weer. 1. Trek die schouderbladen naar elkaar toe. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Oké, goed. Even ontspannen. Draai die schouders. Leg de gewichten even weg. Want we gaan naar de cooling down en een klein beetje nog een balans training. We beginnen met de balans. Staan op één been. Iets door die knie. Veel stoeltje erbij. En wat we gaan doen is we tikken vooraan. We tikken zij aan. We tikken naar achteraan. Op, wissel van kant. En probeer dat zonder hulp van die stoel. Linkerkant, iets in kniebuiging, he, actief staan heet dat. Als we lekker passief gaan staan, dan staan we met een gestrekte knie een beetje naar achterover te hangen. Gebeurt er eigenlijk niet zoveel op spierniveau. Pak die spanning en dan gaan we met het rechterbeen voor. Zij, achter, oké, spanning eraf. Rechterkant nog een keer, staan op het rechterbeen. Knieën niet wat buigen. Spanning op het been. Voor. Zij. Achter. Oké, spanning eraf. Linkerbeen. Weer die knie buigen. Spanning op dat been. 1. Zijwaarts. Achterwaarts. Oké, pak we beide benen nog één keer, want we hebben hem door. Hop. Rechterbeen. Spanning op het beentje. Voor. Zij. Achter. Oké, linkerkant. Laatste. Iets een buiging in de knie. Spanning. 1. Zijwaarts. Achterwaarts. Oké, spanning eraf. Cooling down. Ook wat aandacht aan geven. We aardig getraind. Heb je niet het idee van, nou, je zat wel wat meer in. Volgende keer meer gewicht. Volgende keer met name de krachttraining van de benen. Wat dieper uitvoeren. Dat zijn twee middelen om het echt zwaarder te maken. Oké, komt ie. We gaan heel even wat stretchen nog. We bewegen mee. Wissel van kant. Ja, oké. Naar beneden. Strek de knieën. Dan laat je zo hangen. Wat uit. Schudden. Kom rustig overeind. Maak onszelf lang. En strek ons uit. We gaan weer naar voren. We strekken weer uit. En
ontspan. Oké, stoeltje erbij. Bovenbeenspiertje even oprekken. Drie, twee, één. Rek voelen is goed. Trek hem niet er doorheen. Naar de kant. Drie, twee, één. Ontspan. Handen achterlangs. En we maken onszelf groot door middel van de borst uit te strekken. Ontspan. En die laatste doen we nog één keer. En dan zit het erop. Drie, twee, één, oké. En ontspan. Wat ik helemaal vergeten ben te zeggen, dat de ruimte waar we dit nu opnemen is bij RKVV. Dat is onze sportlocatie. Toen ik hier net een jonge groep sporters op het veld mocht revalideren, zag ik ook de groep walking voetbal. Het is toch een aardige groep van, nou in dit geval zijn de deelnemers 65 plus. Aardige groep, ik tel een stuk of 20, 25. Een hele mooie vorm van bewegen. Dus het woord zegt het al, walking voetbal, wandelend voetbal. Zonder contact, maar wel het spelelement. Lijkt je wat? Kom een keer kijken. Ze spelen her en der over Lingewaard verspreid. Niet altijd op dezelfde locatie. Je kan je aanmelden daarvoor of informatie inwinnen bij Stichting Welzijn Lingewaard. Wij van Fysiotherapie van de Ploeg zorgen eigenlijk elk seizoen, aan het begin van het seizoen, een meting, conditie, bloeddruk, krachttestjes. En ook aan het einde van het seizoen doen we eigenlijk een tweede meting, waarin we kunnen zien of iemand betere conditie heeft gekregen, bloeddruk wellicht is gedaald of wellicht ook wat kracht heeft gewonnen. En als we dat de afgelopen jaren zo naast elkaar leggen, dan zie je daar hele leuke vooruitgangen bij verschillende deelnemers. Mocht je het leuk vinden, informatie inwinnen kan bij ons, Fysiotherapie van de Ploeg, of bij Stichting Welzijn Lingewaard en vragen naar Nick van der Ham. Dit was de training van vandaag. Van Lingewaard Fit en ik zie jullie graag de volgende keer.